Alweer de 82e editie van de nieuwjaarswedstrijd, de Koninklijke HFC tegen de Auto Oranje Internationals. Waarom blijft dat nou elke keer weer leuk? Nou ja, het is gewoon hartstikke leuk om zelf nog te voetballen in ieder geval. En dat je dat met oud-collega's doet. Ja, dat is vanaf de eerste minuut of de eerste seconde dat we bij elkaar zijn, is het gewoon gezellig en lachen, gieren, brullen. En dan ook nog een gezellig balletje spelen. Dan zie je toch dat er nog wel heel veel kwaliteit, zeg maar, vooral in de hoofden zit. Soms niet in de uitvoering, maar vandaag denk ik bij Vlagen hebben we schitterende goals gezien. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Ja, jou zat dat de hele tijd niet mee? Nou, ik ben wel spits geweest, maar ik was een beetje te gretig, denk ik. Ik wilde te graag scoren. Nou, ik had er zeker twee moeten maken, ja, dat is duidelijk. Richard en Robbie en Aaron, wij ook wel natuurlijk, maar die zijn zo ad rem en het blijft een feest om gewoon erbij te zijn. Wij maken er altijd een heel dagje van, verzamelen vroeg. Bij het hotel gaan we wat eten met elkaar, nou, dan komen de eerste verhalen, die vliegen dan weer over tafel. Straks gaan we in Amsterdam een hapje eten met z'n allen, nou, en dan misschien nog een drankje doen. Vooral in de vroegere jaren was het heel gezellig, want toen gingen we na afloop met de spelers van HFC, gingen we ergens hier in de buurt met elkaar eten. Een paar jaar geleden is hier nog eens geweest dat we allemaal stampotjes kregen, dat was ook heel gezellig. Ik begrijp dat hier de echte Oranje supporter staat. Hoeveel wedstrijden bent u al naar Oranje geweest de afgelopen jaren? Ruim 300. Argentinië was natuurlijk historisch in 78. 88 dat we Europees kampioen werden. En was u allemaal bij? Was ik allemaal bij, ja. Finale, Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk ook wel een hele bijzondere. Tegen Spanje afgelopen WK, Brazilië. Dat was natuurlijk ook een hele bijzondere. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan hoor. Wat gaat het worden in 2015 voor Oranje? We plaatsen ons gewoon hè, voor Europa. Ja, we gaan gewoon door. Het kost helemaal geen moeite. Het hele najaar vergeten we gewoon. Dat ben ik al vergeten. Maar gaan we dan gemakkelijk het EK halen? Ja, haal je even goed makkelijk, tuurlijk. Het is een paar wedstrijdjes niet zo geweest, maar dat zegt niks. We hebben de beste spelers. Ik denk dat ze beseffen dat het moet. Dus, meestal als Nederland moet, dan zijn we op ons best. Dus ik ga ervan uit dat alles goed komt. Ja, ik denk dat Nederland zelf al een hele stijgende lijn door gaat maken. Dat is met aan de stand verplicht, maar ook aan de kwaliteit. Dus het gaat goed komen? Helemaal.